verart vanmorgen, want de welbekende George Struikelblok is op bezoek. En hij heeft meegenomen Sharani Smit. Klopt. Ook kunstenares? In a way. In a way. Ja. Waarom in a way? Nee. Dus, ik denk wat journalist was aan dat, maar ik greedy toch, waarom in a way? Ja, ik denk dat ik een beetje op een andere manier, ik ben designer. Dus hij is echt met zijn handen bezig. Ik denk meer met mijn hoofd en probeer het op een andere manier uit te voeren. En hoe doet u dat? U geeft opdrachten? Ja, of ik u fantaseert? Ik fantaseer, ik droom. Ja. Ik teken uit. Ja. Ik leg uit. Ik kom met materiaal en dan wordt het gemaakt. Maar dat doet hij ook toch? U fantaseert ook toch, meneer? Ja, maar ik maak wel zelf. Ja, zie je. Ik kan het wel doen. Hey Jasmine, hey Jasmine. Nee, dat wil ik niet. Ik kan het, ik maak het zelf. Oké, wat gaan we doen vanmorgen, meneer Charles? Nou, we zijn hier om een event van ons te promoten, in principe. En dat is Art of Elegance. Yeah. Dat is een samenwerking tussen Uma en Struikelblok. Yeah. Dus het wordt een hele bijzondere show. En ja, in de Waaggebouw. Ja, Uma is de organisatie van u? Is mijn brand. Uw brand? Ja. Yeah. Het heet eigenlijk Uma Bags. Het zijn tassen met houten handvaten. Ja. Yeah. En die handvaten worden door de Marons gemaakt. Ja. Dus ik design de tas. Ja. En waarbij we nu dus verschillende handvaten ook hebben gedesigned. Mm-hmm. En die worden dan aan de tas geplaatst. En alles wordt hier in Suriname gemaakt. De tas wordt door de vrouw in elkaar gezet. En de mannen, de Maron mannen, die maken dus de handvaten. Welke stam? Het zijn de Saramakaners. Saramakaners. Ja. En is het de bedoeling dat George gaat schilderen op die tassen? Helemaal goed. Ik leer snel, hè? Ja, dat is snel. You catch on. Ja, ja, ja. Oké, okay. Ja, precies. Ja, dus dat is eigenlijk inderdaad die collab. Ja. Ik heb de tassen gemaakt en George heeft ze nog mooier gemaakt. Maar George, nu gaat zij je opdracht geven, want ik wil zoiets op mijn tas. Oh, nee. Nee. Nee, ik kijk naar het ontwerp, ik kijk naar de kleuren, ik kijk ook naar de motieven die er zijn. En dan ga ik iets creëren, iets moderns creëren. En dat komt op zo'n tas. Dus vorig jaar, dit is de tweede keer dat we het doen hoor. We hebben vorig jaar ook een samenwerking gehad. Ja. Waarbij we ook op jurken hadden geschilderd. Wow. Ja, maar dit keer niet. Dit keer hebben we tassen. En hemden. En hemden. Ik heb ook een mannenlijn nu, dus er komen ook hele mooie hemden. Maar is het duurzaam? Ja, die wak ik alleen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Die mensen van vorig jaar zouden terugkomen en zeggen van, hé, maar dat is terug. Ja. Weet je? Nee, maar het kan met de hand gewassen worden. Niet in de wasmachine met alles erop en eraan. Alles wat sop. Nee. Gewoon met de hand wassen en dan hou je het wel heel lang. En hoeveel tassen produceert Uma per jaar? At the moment ongeveer 2500 tassen per jaar. Met de hand? Ja, het wordt echt op de hand gedaan. Ja. Veel? Wat een productie. Is veel. Ja, en we moeten nog steeds, we moeten meer hebben eigenlijk. Want we willen naar het buitenland, dat is belangrijk. En jaarlijks andere modellen of komt men speciaal? Dat mevrouw Smit, ik heb zo'n model gezien bij mijn vriendin, ik wil dat model ook. Dus kijk, we hebben standaard modellen gewoon in de winkel, dat is in de Uma Store. Mm-hmm. En daarnaast hebben we nu zeker 12 verschillende designs. Ja. En dan uit die 12 halen we, denk nu 5 of zo, die we standaard in de winkel hebben. Ja, en stel 2500, mm-hmm. Wat voor opdracht gaat u aan Charles geven? Dat Charles, Lucas, no. We praten gedeeld door 5. Gedeeld door 5. 500 moet Abi. 500 ja. 500 moet bijvoorbeeld een boom hebben, een andere lepel. Wat gaat de opdracht zijn? Nee, dus kijk, wat wel heel mooi is, is we vullen elkaar aan wat dat betreft. Ja. Kijk, ik heb een bepaalde visie hoe die tas eruit moet zien. En hij heeft natuurlijk weer een andere visie wat er op de tas moet. Om die tas eigenlijk, weet je, om
de tas, niet alleen de tas, maar ook het deel wat hij op de tas schildert, yeah. dat gewoon heel goed naar buiten komt. Dus het is een hele mooie ik heb aanvulling. Ik moet je een rode kalk voor iedereen kan aan een tas treffen. Eigenlijk wel. Abu, wanneer is die activiteit? Het is 29 november, vrijdag. Aanstaande vrijdag. Het begint om 7 uur. En de fashion show begint om 7:30. So be on time. Ja. 7:30. Dus het is een... Het is een complete fashion show. Het is echt een complete show. Ja. Maar wat ik ook erbij heb zijn pario's. Ik weet niet, zijn lappenstoffen met een schilderij van me. Vrouwen weten heel mooi ermee om te gaan. Dan maak ik taaien à la soort fassie. Weet je, maar het is een schilderij van mij. Dus dat hebben we 10 verschillende soorten. We hebben ook hemden voor mannen. Mm-hmm. Weet je, dus, en vrouwen. En vrouwen natuurlijk, ja. Mm-hmm. En wat hebben we nog? Een paar kleine dingetjes, notebookjes en zo. Heel die ook ter dingetjes. Verkoop zullen zijn. En de Surinaamse modellen. En de Surinaamse zijn modellen. Ook aanwezig. De Surinaamse showen. Ja, ze gaan showen. Oké. Heb je ooit getekend op huid, body? Ja. Ik doe performance. Body paint heb ik ook gedaan. Body paint. Maar die gaan er ook zijn. Die gaan ook twee... Dan gaat u die dag demonstreren? Die gaan de mensen ontvangen, een beetje met de mensen lopen. Dus het gaat ook als kunst daar staan. Ja. Wow. Dus dat gaan we dan ook hebben. Het wordt een hele show hoor. Dus een hele catwalk. Is dat wie? Mensen zitten ernaast. Ja. En dan om een minuut komt er weer iemand met nieuwe kleding, nieuwe alles. En alles uit de lijn van Uma. Klopt. Ja, dat is waar, Mickey. Nee, maar het gaat breder. Het is een combinatie. Het is echt een combinatie. Uma en struik. En voor alles is er maar één. Alles is uniek, ja. Alles is er echt maar één. En die dag kan men gelijk bestellen dat er is een pop-up. Ik heb zoiets gezien. Ja, er is een pop-up, dus men kan meteen kopen. Maar er is nogmaals voor alles maar één. Dus if you miss it. Jammer. Ja. Jammer. Jammer. En waar wordt het gehouden? De Wagenbouw. De Wagenbouw. En 7 uur zei u? Begint om 7 uur, 29 november, aanstaande vrijdag.